Ben jij druk bezig met de voorbereidingen voor je 18e verjaardag? Wat wilde jij eigenlijk toen je 18 werd, Winnie? Nou, eigenlijk gewoon even lekker alcohol drinken, biertje, wijntje. Autorijden. Autorijden? Of wil je net zo goed misschien als ik het huis uit? Heb jij je koffers al klaarstaan? Of blijf je gewoon thuis wonen? Toen ik 18 werd, hoefde je gelukkig nog niet zo heel veel te regelen. Dat was wel makkelijk, vind ik. Nou, tegenwoordig moet je heel veel regelen. Denk maar aan zorgverzekering, studiefinanciering. Inschrijven bij de woningcorporatie. Ja, voor huis, absoluut. Ja, anders ben je gewoon te laat. Ja, zou het dan niet handig zijn als we al die dingen die je allemaal moet regelen bij elkaar zouden hebben op één plekje? Kijk, en Jan, daar hebben we natuurlijk als gemeente heel goed over nagedacht. Dit is het. Dit krijg je als je 18 bent. Dus, kom uit je hangmat. En kom zelf in actie. Oh kijk, wat handig. Er staat alles in wat we moeten weten als we 18 zijn. Wat handig? Ja, hè? Gelijk maar eens even checken.